Jaap Brouwer heeft 30 jaar in hetzelfde benauwde hokje de kaartjes verkocht in de Novemberweek. Onze verslaggever Evertje Wega zocht hem op om de kijkers van Shownieuws eens nader kennis te laten maken met deze bijzondere man. Want 30 jaar is niet niks. Hier volgt de reportage. Voor 2-1, de feestweek, de 30ste keer dit jaar in Noord-Holland. Een man die we allemaal kennen bij de entree van de feesttent, dat is Jaap Brouwer. Ze zag hem aan de BN, wat de feestweek. 30 jaar, ja, heb je nog bepaalde herinneringen aan al die 30 jaar? Ik kan me niet voorstellen dat je die niet hebt. Ik heb heel veel herinneringen, maar ik kan ze allemaal niet meer boven halen. Ik moet mijn geheugen houden maar wat in de steek al die 30 jaar. Leeftijd? Waarschijnlijk wel, ja. Waarschijnlijk wel. Maar goed, 30 jaar hier zo, je hebt heel veel mensen voorbij zien komen. Kun je nou ook zien dat het nou de trend is dat het allemaal wat beter wordt in feestland of dat het juist een beetje afgeleerd is? Ik kan me voorstellen, jaren geleden, dat we mondvolle feestland hadden. Ik heb een idee dat het de laatste jaren niet zoveel is. Helemaal gelijk. De laatste jaren neemt het aantal bezoekers niet aan Danmark af, vind ik. Ja, ik heb er meegemaakt dat de feestland helemaal vol zat. Met 1000 man, misschien wel meer. Dat komt een keer meer binnen. Maar dat is maar één keer geweest. Na die tijd is het alleen maar bergafwaarts gegaan. Maar jij zit nog altijd met veel plezier hier in dit hokje? Met veel plezier in dit hokje. En ik stiekem altijd eens even zitten samen kijken of er nog wat persoonlijk voor te doen was. Ja, daar heb je helaas geen mogelijkheid voor. Kan niet om het hoekje kijken. Goed, 30 jaar, hoeveel jaar komen er nog bij? Aan mij ligt komen er nog een aantal jaren bij, maar ik weet niet als het bestuur dat ook niet instemt. Ja, er is toch weer een betere en jij komt nog toch nog af. Weet je wel een andere, maar een betere. Het is wel de betere. Goed, wij mochten het niet klaarmaken deze keer. Als BN van de feestweek denk ik dat wij jou heel dankbaar mogen zijn dat je hier op 30 jaar zeven hebt. 30 jaar erbij, dat gaat niet meer lukken, maar wel jaren maar toch. Dat doen we nog niet meer hoor, want dan loop ik denk ik achter wel later als ik dat mag beleven. Maar een paar jaar zal het waarschijnlijk wel lukken. Bedankt. Hij vast niet. Hij trapt het zelfs buiten de mond. Hij kan overal voor gebruikt worden, behalve waarvoor hij niet goed is. In deze situatie krijgt mevrouw ook haar buurman tot wanhoop. Ze heeft contract zelfs een lijkelijk probleem op te lossen. Helaas is het gunstgebied niet aanspreekbaar en wil van geen wijze weten. De enige optie is een grote hamer en het gebied voor het altijd verschijnen op de groenweg. Uit betrouwbare bron, denk liever. Noord-Holland heeft de primeur van een nieuwe verkeersrem. Een creatieve ambtenaar van de gemeente Westellingwerf heeft deze nieuwe verkeersrem bedacht en geplaatst in de Hoofdstraat West. De gemeente wil op deze manier aandacht vragen voor het fietsenoverschot in Noord-Holland en de rest van de gemeente. Op deze manier wordt het verkeer geremd, sneuvelen er fietsen en wordt de werkgelegenheid bij de fietsenmakers gestimuleerd. Zo snijdt het mes aan twee kanten. De ondernemers van Hoofdstraat West bleven bij nader inzien toch minder gelukkig met deze verkeersremmen en hebben de gemeente verzocht om er in ieder geval grote rode lampen op de fietsen te ontsteken, zodat zij zelf de obstakels kunnen ontwijken. De gemeente wil echter vaker fietsen inzetten en spreekt nu niet meer over drempels, maar frempels. Het complete bestuur van de Noord-Holdenweg. Die doet ook al 30 jaar, hè? En het wordt tijd dat ze nou ook eens een keertje in het showbiz genoemd worden. Want oh, er is wat gebeurd. Is het nog een beetje verstaanbaar achterin? Nee, achterin. Jullie zitten voorin. Het is erg lastig met de kermisgeluiden. Wij doen ons best om ons verstaanbaar te maken.
Gina, zou jij even aan willen wijzen? Waar we het over hebben. Ja? Johan Beu. Ja hoor, daar zit hij. Johan Beu is gezien bij de plaggenhutte in Wolde in gezelschap van koningin Maxima. De journalistische geschiedenis zag dat ze het wel heel gezellig hadden en de picknickmat meesleurden. Hij dieven heeft zich door alle bossages heen gewurmd om het paar op de gevoelige plaat vast te leggen. Maxima had echt een vloerige dijk laten maken voor de hutte. Maar ze gingen er wel even uit dan. Omdat er een embargo is door foto's waar leden van het koninklijk huis gestaan, konden we u een foto niet tonen. Daar moet zelfs helaas Henk Dieven zich ook aan houden. Baas Kriol van Jumbo met Wolle is uitgeroepen tot de meest sexy baas van de hele metropolitie. Is dan uitgereikt door onze eigen Duitse bestuurder. Zelfs de grote kranten hadden best grote vragen gestuurd. De hele collectie foto's op één deze dagen op de site van Henk Dieven. De foto van de uitreiking zal de richtlijst in de winkel komen te maken. Wij adviseren bij de afdeling. Het is wel echt nog hier. Sjaak de Ruiten. Sjaak de Ruiter is benieuwd als nieuwe presentator van het programma Mijn Eerste Keer. In dat programma vertellen mensen hun ervaringen over hun eerste keer op seksueel gebied. Gaat het? Seksueel gebied, ja. Wij hebben een betrouwbare bron vernomen, het journalist Henk Dieven, dat Sjaak al een week voor de eerste opnamedag met slaapzak en al aanwezig was. Wij hebben Sjaak na de laatste opname daar enkele weken niet kunnen spotten, alleen een keer in de ambassadeur. De uitzending is vaak al snel, 4 toren aanstaande, om 10 uur 's avonds, Sjaak de Ruiter in Mijn Eerste Keer. Klaas Gun uit de Wolle Friesland. Ja, Klaas Gun uit de Wolle Friesland is voorgedragen als de nieuwe commissaris van de koningin van de koning in Friesland. Zijn eerste project wordt het eerherstellen van de Wolderse vaart, waardoor de recreatie in Wolder een nieuwe impuls krijgt. De heer Bunk is erg enthousiast en hij is al gespot met een spot in het centrum van Wolder. Een ander project waar Bunk zich over moet buigen, is het realiseren van een groot theater in Wolle met minimaal 500 zitplaatsen. Dan kunnen de vorige katoenen tenten voor de jaarlijkse feestweek in Wolle de mottenballen in. Al dus het zo vliegende reporter Henk Dieven. Roberto Knop. Waar is die al? Roberto. Roberto Krom gaat nog wonen hier in Laas verlaten. Roberto gaat emigreren naar Australië. Hij gaat op zoek naar de grote katsalamander die in Noord-Holland Zuid nog sporadisch voorkomt. Nou, niet dat iemand hem ooit gezien heeft, maar goed. Hij bezoekt daarvoor de binnenlanden van Australië en gaat op zoek naar de resten en DNA-sporen van deze salamander. Roberto zal eerst 13 jaar doorbrengen met de oorspronkelijke bevolking van Australië. Tevens hebben wij uit betrouwbare bron, Henk Dieven, vernomen dat hij wil vluchten voor de jaarlijkse stokavond die in de Noord-Londenweek wordt gehouden. Wacht even. Roberto? Ben je er nog? Oh, gelukkig, hij staat niet weg. Oh, ik zag hem met een koffer erover. Ja? Volgende. De Noord-Londenweek bestaat dit jaar 30 jaar. Jacques Mogotten is al in januari gespot in het Kranenspark. Helaas voor hem wilde het bestuur van de Noord-Londenweek hier niet altijd veel aandacht aan besteden. Onze razende reporter Henk Dieven heeft een woensdagavond zielig huilen achter de feesttent.
dat zij hebben besloten het thema van de Storiesavond feest te geven, zodat Giacomo zijn tranen niet kan roven. Henk Liever is in Nederland en Mongolen een zeer bekend journalist. Hij kreeg onlangs de YouTube Award 2014 gewonnen voor zijn filmpjes van de Mongolen 2014 in de SLE Europeen. Deze prijs is een uitgereikt door de oude gevolgde en oude Tweede Kamervoorzitter Jacques van Nieuwenhoven. Het is uniek dat de Nederlander deze prestigieuze prijs heeft gewonnen. Deze heeft hij aan handen van Marcus Zuckerberg, eigenaar van Facebook, de beetje ontvangen voor al zijnde